Matteo Waam, wat voor gevoel heb je met deze uitslag? Ik denk wel een goed gevoel, ja. De bedoeling was om hier weinig goals te incasseren met een gunstiger resultaat tegen Maastricht te komen. En ik denk dat 1-0 wel een goede uitgangspositie is om het terug recht te trekken thuis. Hoe is het dan om de hoofdrol te spelen bij de tegengoal? Ja, dat is natuurlijk niet fijn. Ik kom net iets te laat om die bal te onderscheppen. Ik sta op zijn voet, dus dat was een penalty. Ja. Kan gebeuren natuurlijk. Het was een moeilijke start vanavond, hè, voor jullie tegen NAC. Ja, maar het is ook logisch. Je verwacht dat ze de eerste 20 minuten gaan stormen met het publiek achterin. Dus dat is ook gebleken. Maar daar waren we ook op voorbereid om je op te vangen en geen goals weg te geven. Dus daar hebben we de eerste 20 minuten een half uur goed gedaan. Geen echte hele grote kansen voor NAC, maar ongelukkig die penalty. Dus ik denk dat we gewoon het thuis kunnen rechtzetten. Wat was vooraf de opdracht van Maurice Verbeerne? Ja, compact spelen, druk zetten als een team en zo weinig mogelijk kansen weggeven. Dus die dingen hebben we vandaag wel goed uitgevoerd. Alleen onze goal ontbrak, dus die gaan we rechtzetten. Eén momentje van Ruben van Bommel. Ik had de indruk dat hij niet helemaal fit was. Klopt dat? Dat weet ik niet. Ik denk dat Ruben gewoon fit is aan de start hier niet, dus nee. Nog iets vernomen van Clint Essers, hoe ernstig dat is? Ja, hij kreeg een trap op zijn enkel en een beetje open ligt. Je kan een stukje bot zien, denk ik, dus het is geen leuke blessure, dus volgens mij is hij wel even uit. Ja. Het is voor jullie best moeilijk, hè, met de personele problemen, want er vallen er steeds meer om. Ja, we hebben geen hele grote selectie, maar ik denk dat er voldoende jongens zijn die hun kans willen pakken en die ook gewoon hun kans verdienen en gewoon kunnen spelen. Dus ik denk dat we wel wisselmogelijkheden hebben, hoor. Hoe heerlijk is het om nu zaterdag in de Geuzelt met zo'n kleine marge er vol op te kunnen klappen? Ja, dat is gunstig. Ik denk ook met de supporters die wij hebben. Die gaan volledig achter ons staan vanaf het begin. En dan gaan wij voor een stormloop gaan. En dan gaan we NAC bij de keel begrijpen. Dus komt goed. Is het ook een teken dat jullie als ploeg toch weer gegroeid zijn naarmate dit jaar langer duurde en je niet zo liet verrassen als in de competitie? Ja, het heeft even tijd gevraagd natuurlijk. Het is een jonge groep, veel nieuwe spelers. Dus, maar zoals je vandaag ziet op het veld, hebben we het goed gedaan. We hebben niet zoals in de 1-wedstrijd 20 kansen weggegeven. Dus we groeien als een team en dat is goed. Leeft het, promotie? Want jullie zijn een groep die straks uit elkaar valt. Nu moet je het doen. Absoluut, absoluut leeft het. Iedereen gelooft erin. Als je erin gelooft, dan hoor je niet bij deze groep. Dus ik denk dat alle jongens hier betrokken zijn en er volop 100% voor gaan. Ja. Wat doet straks een volle Geuzelt met jullie? Ja, dat zullen we wel zien. Maurice Verbeerne, 1-0 verliezen bij NAC. Daar kan je mee thuiskomen, denk ik. Ja, zoals het mooi zeggen, een nederlaag met perspectief. Hè? Nou ja, inderdaad. We hebben nu nog de mogelijkheid om het thuis recht te zetten. Je zult het wel even moeilijk gehad hebben. Hè? Dat eerste kwartier zag je ook dat jouw ploeg aan het worstelen was. Ja, ik vond ons bij moment. We hadden ze in ieder geval voor gewaarschuwd. Zeker hier in de eerste kwartier wilden ze overrompelen. En bij momenten vond ik dat we daar beter hadden uit kunnen spelen. We waren slordig en ja, daar bracht je hun dan wel weer in de mogelijkheid om het optimistische spel. En daar hadden we in de eerste kwartier wel moeite mee. Maar gaande wedstrijd had ik ook tegen de jongens al gezegd, als je daar goed doorheen komt, ja, dan komen de ruimtes. Dan gaat die storm liggen en dan kunnen we misschien wel iets betekenen. En dat zag je op een gegeven moment ook wel. Alleen ik vond bij momenten dat we te slordig waren in balbezit, waardoor ze toch wel weer een moment krijgen om tegenstoot uit te delen. Ook een ongelukkig moment, denk ik. Die penalty vlak voor rust. Dan denk je met 0-0 de rust te halen. Het leek me ook een beetje onnodig. Ja, volgens mij leidde weer onnodig balverlies. En dan, ik denk ook wel, ja, als je hem voor je had gehouden, ja, dan was er niet zoveel aan de hand geweest. Want hij stond met zijn rug ook een beetje naar hem toe. Je moet natuurlijk zelf nog goed gaan kijken, het beelden. Maar ja, het was niet nodig geweest. En ja, ik keek ook nog op de klok. Ja, 5 minuten, trekt hij over de streep in de pauze. En dan, weet je, dan hebben ze in ieder geval al daarmee gepijnigd. Want ja, die hadden liever al met 1-0 voorgestaan. En nou geef je hen toch wel weer een bepaalde boost. Hoe kwam het dat jouw ploeg in de tweede helft toch wat meer lef durfde te tonen? Nou, ook aangegeven dat de ruimtes er wel lagen. Alleen ja, we moeten wel secuur en nauwkeurig in de passing zijn. En we ook durven. En ik wist ook, als wij de bal wat langer rond lieten gaan, dat er ruimtes gingen ontstaan. Alleen we wilden te snel bij moment ook de diepte in. Ja, dan leid je bal. Dus de tweede helft zijn we wat geduldiger geweest in de balbezit. En ja, dan zie je dus dat je op een gegeven moment ook wel dat je wel meer meedoet of dat je in ieder geval wel meer balbezit hebt. Het had ook 2-1 kunnen zijn, hè? Met een afgekeurde goal van Jort van der Zanden en van Mart Reemans. Maar ja, uiteindelijk 1-0 is dezelfde marge.
Hoeveel fiducie heb je erin richting zaterdag? Veel, want dan spelen we in onze eigen Geuzelt. Spelen we op kunstgras. Niet dat ik wil zeggen dat het daaraan had gelegen. Ik zag een paar keer Matisse onderuit gaan. Bijvoorbeeld, en andere spelers ook. En dan wat moeite met de passing en zo. Dus ja, dan komen we op het kunstgras. En ja, daar zijn we wat iets comfortabeler dan dat we vandaag hadden hier op het gras. Dus ik zie daar wel wat mogelijkheden. Dan kan het ook een heksenketel worden, maar dan minder leuk dan vandaag. Ben je in gedachten al je Google Maps aan het inroosteren voor Emmen? Nee, ik ben in het inroosteren zaterdag gewoon Maastricht, de Geuzelt. En dat eerst een goed afsluiten. En dan zien we dan alweer Google Maps moeten schakelen. De selectie wordt wel krap, hè? Want Essers is nu er ook uitgevallen. Hopen dat hij zaterdag haalt. Gaat dat lukken, denk je? Ik ben bang. Vleeswond, is gehecht. Dus ik denk dat hij dat net niet zal redden. Maar goed, kan hij tegen Emmen meedoen. 80% vond ik Ruben van Bommel vandaag. Dat kan ook beter. Ja. Nou ja, op een gegeven moment heb ik hem ook hebben wat omzettingen gedaan. En ja, toen zag je ook wel wat meer dat hij in de spel betrokken werd. Ja, dat is een nieuwe vondst, hè? In de spits, Ruben van Bommel. Ja, moest iets. We hebben van de week wel eens opgetraind en dat bevalt goed. Dus wie weet dat we dat komende zaterdag weer gaan gebruiken. Verheug je erop? Knallen in de Geuzelt? Ja, dat wel. Absoluut. Volle Geuzelt verwacht ik. In ieder geval heel druk. En dan gaan we vlammen. Geeft het nou extra druk of is het juist extra steun? Nou, steun eerder. Vol stadion, maar ook, ja, we weten dat we moeten. Dus we kunnen meteen onze schroom eraf gooien en meteen volle bak erin gaan. Dus er is geen weg terug. Nicky Sjoeren, wat voor gevoel overheerst na de 1-0 nederlaag? Ja, natuurlijk een zuur gevoel. Alleen, ik heb wel een positief beeld dat we het zaterdag kunnen gaan afmaken. Dan is het niet zo zuur, toch? Nee, ja, je verliest hier, dat is natuurlijk nooit leuk. Alleen, ik denk dat je naar de positieve dingen moet kijken. En ik heb er vertrouwen in dat we in een volle Geuzelt het kunnen gaan omdraaien. Hoe moeilijk was het, dat eerste kwartier? Ja, we wisten dat het de eerste 20 minuten ging stormen hier. Ik denk dat we er vrij goed doorheen kwamen. Alleen ja, die penalty is dan een heel zuur moment. Alleen we zijn dicht bij elkaar gebleven. Vrijwel niks meer weggeven eigenlijk. Dus ja, we moeten nu door en ik heb er vertrouwen in. Hebben we in de tweede helft dan een klein beetje het wat vrijere spel gezien wat we zaterdag ook kunnen verwachten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat NAC een ploeg is die wilt vechten en wij zijn dat totaal niet eigenlijk. Dus we moeten zaterdag juist gaan voetballen en dan ben ik ervan overtuigd dat er ruimtes gaan komen voor ons. En dan komt dat ene momentje van Ruben van Bommel, hè? Wat dacht jij toen? Ja, toen dacht ik, het zou mooi zijn als hij erin ging. Alleen het mocht niet zo zijn vandaag, dus zaterdag komt er wel goed. Hoe komt het dat jij met dat masker toch zo goed de duels aan durft te gaan? Ja, af en toe ben ik nog steeds bang hoor. Het masker beschermt me, dus daar vertrouw ik op. De selectie begint wel een beetje krap te worden, hè? Want Clint Essers nu gehecht zijn been, open wond. Oran Zepar loopt ook een beetje op de laatste benen de laatste weken. Ben je bang dat er nog meer om gaan vallen die je hard nodig hebt? Dat hoop ik niet en daar ga ik niet vanuit. We hebben 3 dagen om te herstellen en Clint die gaat het waarschijnlijk niet halen. Alleen ik hoop dat Oran het gewoon gaat halen. Dus ja, dan hebben we genoeg mensen om te spelen. En jij doet mee, hè? Dat had je niet verwacht waarschijnlijk dat je toch echt vol mee kan doen in die play-offs. Ja, eigenlijk niet. Alleen de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus ik hoop dat we het zaterdag kunnen afmaken en daar heb ik alle vertrouwen in. Wat gaat dat met jullie doen? Je voorbereiden op zo'n wedstrijd in de Geuzelt na zo'n seizoen en dan al die supporters? Ja, dat gaat geweldig worden. Ik denk ook in de kleedkamer, iedereen is heel positief. We hebben 1-0 verloren, alleen we weten dat met onze fans in de Geuzelt het heel anders kan gaan worden. Niet bang voor extra druk, want iedereen verwacht dat jullie maar even gaan winnen? Nee, dat hebben wij niet. Geen druk meer dat we die steun van de supporters gaan voelen zaterdag. Het zou voor jou gezien het hele seizoen wat voor tegenslag je gehad hebt natuurlijk geweldig zijn als je met masker en al erin komt straks. Ja, zeker. En misschien wellicht nog een doelpuntje meepakken. Het zou mooi zijn. Jullie hebben vertrouwen erin dat jullie doorgaan? Ja, tuurlijk. Je moet altijd vertrouwen hebben. We staan nu 1-0 achter. Alleen we weten ook dat zodra we 1 doelpunt maken dat het weer gelijk staat. Dus we moeten gewoon alles geven en dan zien we het zaterdag wel.